Vandaag ga ik gamen tot ik rijk ben in Roblox. Like deze video met je pink. Ik daag je uit. Vandaag gaan we van armste naar hopelijk rijkste in Bloxburg. En we hebben een soort van geen huis op dit moment. Nee, ik bedoel, we hebben een bed. Soort van. We hebben een plant en een fruitmand. Hé, hey, dat ruimt. Gelukkig hou ik van appels. En oh ja, we hebben ook een fiets met zijwieltjes. Dat is de enige die we konden betalen. Dus eigenlijk gaan we van dakloos naar miljonair. En om dat te doen gaan we elk soort baan nemen in Bloxburg. En onze eerste baan, een visser. Dit is een coole hoed. Oké, volgens mij moeten we deze kant op. Gooien we onze hengel in het water. Wachten we. En onze eerste vis. Dat ging makkelijker dan ik dacht. Maar hey, laten we eerlijk zijn. Dit is pas de eerste baan. Met andere woorden, om de rijkste te worden, moeten we er misschien wel 2, 3, 4, 5 extra bij nemen. Oké, dit ging goed. $63. We dragen al maanden dezelfde kleding. Op naar onze volgende baan. We werken in een garage. En we hebben hier iemand met een motor. En die wil ze paars hebben. Oké, geen probleem. Ziet er goed uit. Volgende. Jij hebt benzine nodig. Natuurlijk hebben we dat. We vullen hem met benzine. En we zijn klaar. Klant nummer 3. Ook benzine. Geen probleem. Alsjeblieft. En wat wil jij? Jij wilt een paars. Paars. Hupsakee. $127. Dat is nice. Maar je raadt het al. Op naar onze volgende baan. Om de rijkste te zijn, moeten we letterlijk elk soort baan in Bloxburg aangaan. Extra tasje. Misschien kunnen we zometeen dan eindelijk een muur kopen. Dat lijkt me op zich best wel handig. Extra tasje. Sommige mensen hebben een hoop boodschappen. Daar ga je. We zijn gepromoveerd. Dat betekent meer kaching. Kaching betekent geld. Deze persoon houdt van chips en appels en druiven. Hij heeft een gevarieerde bak met boodschappen. En hij heeft er een hoop. We zijn al bij onze derde tas. Vierde tas, appel en daar ga je. Dat was een mooi dagje. $48. We hebben nog even voor het donker is. Nog één baan. We zijn een schoonmaker. Ugh. En daarover gesproken. Misschien moeten we onszelf eens schoonmaken. Oké, we gaan naar buiten. En hier hebben we het allereerste troep. We halen het weg. Weg van hier. Oh, wie heeft dat nou weer gedaan? Er is letterlijk hier een container en die persoon gooit het hier. Maar wij houden Bloxburg schoon. Oh, het is al avond. Oké, snel. Hier in dit steegje. We zijn wel goed in ons werk. En hier het laatste beetje. En dan hebben we Bloxburg weer een stukje schoner gemaakt. Oh my gosh. En zelfs aan de muur. Maar wij halen het weg. Oké, nice. $55. Man, het is nacht. De vraag is, gaan we naar huis? Eigenlijk bed op de grond. Om te slapen? Of gaan we voor een nieuwe baan? We gaan voor dat tweede. Let's go. Volgens mij moeten we gewoon mappen met de pickaxe. Eigenlijk spelen we nu Minecraft. Maar dan in Roblox. Maar man, we werken al dagen achter elkaar. $38. Ik hoop niet dat ik hier de weg kwijtraak. Man, het is al laat. Maar nog steeds zijn we niet klaar. We moeten deze dozen pakken. En die moeten we naar de producten brengen die op zijn. Wij moeten ervoor zorgen dat er genoeg cola is. We zijn gepromoveerd. Dit gaat lekker. Maar natuurlijk ook dat er genoeg appels zijn. Volgende. En natuurlijk de chips. Een favoriet van velen. Kom hier, doos. Je gaat met mij mee. Bonen of meloenen? We gaan voor de meloenen. En ach ja, nu we toch bezig zijn. Doos. Bonen. Dat was weer een lange avond. $71. We hebben $774 in totaal. Dus als we dit een week zouden volhouden, kunnen we al een stuk meer. Maar eerst een dutje. Het is inmiddels een week later. En ik moet zeggen, we hebben best wel wat vooruitgang geboekt. We hebben in totaal een stuk of 7 banen. En daarmee inmiddels meer dan $10.000 verdiend. 5 minuten geleden sliepen we nog op de vloer. Oké, dat doen we nog steeds, maar het gaat de goede kant op. Om de rijkste te zijn, moeten we ook geduldig zijn. We kunnen niet verwachten dat het uit de lucht komt vallen. Nee. Jij wilt nog een burgertje. En dat was hem weer voor vandaag. We hebben de hele nacht gewerkt. Weet je wat? Ik vind dat wij een nieuwe outfit verdienen. Dus we gaan van dit naar dit. Het kostte misschien heel veel. $700 of zo. Maar we hebben het verdiend. En nu is het weer werken geblazen. Want de rijkste in Bloxburg heeft een huis. En dat hebben wij nog niet. We hebben trouwens nog wel wat extra geld. En misschien moeten we dat investeren. We moeten namelijk zo vaak van de ene naar de andere plek. Wegens al onze banen. Dat we vaak een hoop tijd verliezen door de driewieler. Wacht, noem je dit een driewieler? Je snapt wat ik bedoel. Dit ding hier. Dus weet je wat? Bam! De helft van ons geld is weg, maar dit gaat vele malen sneller. Oh my gosh, ik dacht dat ik stonk. Het kan altijd erger. Op naar onze baan. Hout zagen. Oh my gosh, dat ziet er gevaarlijk uit. Volgens mij moet ik het hout verzamelen. Ja, we staan bij een boom en we mappen op de boom. Dat is alles wat we moeten doen. Sorry, boom. Ik heb geen andere keus. Oh my gosh, volgens mij moet ik alweer bij mijn volgende baan zijn. En dat is pizza's bezorgen. Het is 11:00 ochtends en mensen bestellen al pizza in Bloxburg. Ach ja, misschien zouden wij dat ook wel doen als we niet aan het werk waren. Wie heeft een pizza besteld? Is het een creepypasta? Is het een noob, een pro? Is het mijn oma? Mijn oma eet pizza met mes en vork. Het is vreselijk. Alsjeblieft, mevrouw. We zijn weer gepromoveerd. We zijn goed bezig. Ik denk dat als we dit een maand volhouden in plaats van een week, dat we misschien wel een huis kunnen kopen. Dus ja, ik ben nog wel even bezig. Het is inmiddels een maandje later. En oh my gosh. We hebben $20.000. Dus eindelijk, en dit is een emotioneel moment, kunnen we vaarwel zeggen tegen ons bed.
Vaarwel. Dat was makkelijker dan ik dacht. En nu is het tijd voor ons eerste echte huis. En oh my gosh, dit is prachtig. Het heeft muren, een deurmat en zelfs een deur die open kan. We hebben een woonkamer. Onze plant is gegroeid. Wat is dit voor vierkant ding? Het komt uit de toekomst. We doen het snel uit. We hebben een boekenkast. We hebben zelfs hier toiletpapier met een toilet. Dit is bizar. En als we deze kant op gaan en we doen deze deur open, ons bed is gegroeid. Nee, dat is niet waar. Dit is gewoon een ander bed, een beter bed. En ons slaapgezicht is grappig. Maar we hebben geen tijd om te veel te chillen, want we moeten gewoon... Oh, we hebben nog een slaapkamer. We moeten gewoon weer door. We zijn nog steeds op een missie. En nu zal het snel gaan. Want omdat we zoveel verschillende banen hebben, ook op plekken waar je kunt eten, krijgen we bijna... promotie ook. Maar krijgen we bijna overal korting. We kunnen ijs eigenlijk zo goed als gratis krijgen. En hetzelfde geldt voor hamburgers, pizza, fruit. Eigenlijk alles uit de supermarkt. Dus als we op deze manier doorgaan, kunnen we gratis eten en al ons geld... Oh, heb ik het fout gedaan? Oh nee, al ons geld sparen. Jij wil een bakje met vanille. Oh, dat is één. Ik wil er twee. Ja, dankjewel. En een beetje van dit. En dan gaan we naar jou toe. En dan ben jij blij. En dan ben ik dat ook. We zijn weer klaar. $58. En gratis ijs. Dit is verrukkelijk. En het handige is, onze ijsbaan zit naast onze vissersbaan. Dus we kunnen gelijk, hupsakee, door met werken. En ja, als we een gratis goudvis willen, dan krijgen we die ook. Ik denk serieus dat als we op deze manier doorgaan, met alle kortingen en alle investeringen, dat we misschien over een kleine maand nogmaals kunnen verhuizen. En daarna zullen we misschien wel de rijkste in Bloksburg zijn. Wat hebben we verdiend? $52. Maar we bezorgen niet alleen pizza. We maken ze ook. Eerst wat deeg, beetje tomatensaus, beetje kaas, pepperoni en klaar. Ik wil die pizza eten, maar het is voor de klant. Beetje tomatensaus, beetje kaas, beetje groente en we zijn klaar. Er is alleen één probleempje. We hebben natuurlijk laatst een betere fiets gekocht. Alleen met zoveel banen hebben we eigenlijk nog iets snellers nodig. Met andere woorden, het is tijd. Doei pizza, ik ga je missen. Ik vond je mooi met al je pepperoni en kaas. Voor onze eigen motor. Hiermee kunnen we veel en veel sneller naar ons werk toe. Maar wacht, het is nacht. Misschien kunnen we beter, hopsakee, eventjes uitrusten. Ik bedoel, we hebben immers dit prachtige huis. We kunnen op de bank zitten. We kunnen in bed liggen. En je raadt het nooit, maar we kunnen zelfs op het toilet zitten. Of natuurlijk lekker in bad met onze kleding aan. Hé, dat scheelt weer, dan hoeven we het niet te wassen. We besparen water. En laten we wat eten. Het is niet al te gezond, maar we hebben een beetje haast. We hebben namelijk een nachtdienst. 'S Nachts is namelijk het moment waarop we de producten in de supermarkt restocken. Restocken, dat betekent bijvullen, weet je wel. Maar ik zeg het in het Engels, want dat klinkt slim. Wat hebben we nog meer tekort? Oh, hier, cola. Wacht eens even. Als we nou vaker in de avond gaan werken, verdienen we meer. En als we dan ook nog de juiste investeringen doen, kunnen we misschien over een maandje, twee maanden weer verhuizen. Oh nee, er zijn te weinig waterbedoelen. En ik heb het gefixt. Ik bedoel nogmaals, om de rijkste te worden in Bloksburg, moeten we doorgaan op deze manier. En de chips is op. Dat komt omdat iemand die hier werkt dat de hele tijd mee naar huis neemt. En oh my gosh, er staan nu al klanten. Ja, die moet ik morgen allemaal te woord staan. Of eigenlijk niet, ik moet gewoon hun producten scannen. Ik zeg niks. Wat hebben we nog meer? Oh ja, nog meer chips. Ja, laten we het daar niet nog een keer over hebben. Er is iemand die het meeneemt zonder te vragen en ik weet niet wie het is. Oké, misschien een beetje. Nou, we houden dit nog een tijdje vol. En dan is het tijd om te verhuizen. En yes! Oh ja, het is donker. We hadden een nachtdienst. We hebben zoveel verschillende banen gehad. En we zijn nog steeds bezig. Waardoor we nu $50.000 hebben. Oké, misschien hebben we een beetje geluk gehad. We hebben wat dingen in de woning verkocht die we niet nodig hadden. En daarmee hebben we een extra zakcentje gekregen. Maar nu is het tijd voor de badkamer. Waarom zeg ik dat? Ja, dat wordt op een ander moment. De wekker gaat. We moeten naar ons werk. Maar voordat we dat doen, eerst een nieuwe aankoop. Ons nieuwe huis. Het is donker, dus je kunt het misschien niet goed zien. Maar het gaat niet om de buitenkant. Het gaat om de binnenkant. En check dit. We hebben een grotere woonkamer. Een extra stoel voor een extra bil of twee. Hier hebben we nog een mooie keuken. Grotere koelkast. En als het goed is, een mega slaapkamer. Hey, we hebben ook kunst. Dit ga ik verkopen. En wat hebben we hier? Oh, we hebben zelfs een inloopkast. En ik kan erin chillen. En oh ja, misschien hebben we een klein beetje te veel geld en kleding uitgegeven. Wat hebben we nog meer? In het begin van de video sliepen we op de grond. Oh ja, ik zit even op het toilet. Ja, sorry, ik heb het zo druk. Ik moet dingen combineren. En nu hebben we een mega huis. Deur dicht. En ik zou graag nog veel meer willen. Laten zien. We hebben een garage. Maar we hebben gewoon niet zoveel tijd. We moeten namelijk weer aan het werk. En er zijn zoveel mensen die naar de kapper willen in Bloksburg, dat de zaak zelfs in de nacht open is. Dus ja, we blijven aan de slag. Is dit goed?
Oh, we hebben een foutje gemaakt. Sorry, kom vooral terug. Ah, dit moet wel lukken. Kijk, deze is wel tevreden. We komen steeds een stapje dichterbij. Het zijn van de rijkste in Bloksburg. Sorry, jullie mogen een andere keer. Ik heb meerdere banen. Er zijn gewoon best wel veel mensen die 's nachts zin hebben in een snelle hap. En vandaar werken we hier. Jij wil een cheeseburger met een patatje? Moet je dan... geen probleem. Geen cola voor jou. Ik drink hem wel. Volgende klant. Oh, jij. Jij wil een... oh, dat is een verkeerde. Jij wil deze, alsjeblieft. Hij is wel op de grond gevallen trouwens, maar shot niet proeven. Een lekkere burger met een patatje. Zeker weten. Nou, dan doen we dat. Geen enkel probleem. We zijn een beetje moe. En misschien is het toch ook wat tijd dat we zometeen... We zijn gepromoveerd. Een nieuwe outfit erbij halen. Ja, laten we dat nu even doen. $81. Ik bedoel, het wordt nu ochtend. Dus als we snel zijn, zien we er goed uit voordat mensen ons zien. En wauw, dit ziet eruit als een hele upgrade. We hebben zelfs een rugtas. Alleen klaar zijn we nog niet. Het begint namelijk nu echt licht te worden. En wat doen mensen in de ochtend? Boodschappen. En wij mogen scannen. Dus we gaan alvast klaarstaan. We pakken een tasje. Een banaan, een cola, een bloksie. We hebben een extra tasje nodig. Bonen, een bloksie, een banaan. Fijne dag verder. Volgende klant. Wat heb jij? Chips, bloksie en druiven. Dat is gezond. Nou, dan gaan we dat even voor jou scannen, meneer. Hupsakee. Oh, oeps. Ik was te snel. Sorry. Kunnen we niet gelijk wat meer tasjes neerzetten? Dat is een stuk makkelijker. Dat gaat veel sneller. Ben je klaar? Dat waren overdreven veel boodschappen. Fijne dag verder. Het is nog even een maandje doorzetten. Want volgens mij, als we dat doen, is het weer tijd voor een verhuizing. Alsjeblieft. Ik neem zometeen wat van die druiven mee. Nee, ik reken het netjes af. Hupsakee. Dat was een productieve ochtend. Alleen de ochtend is nog niet voorbij. Laten we eindelijk even wat vrije tijd nemen. En dat doen we hier. Dit is een van de weinige plekken in Bloksburg waar we niet kunnen werken. Maar hey, we kunnen er sporten. En oh my gosh, we zijn lekker bezig. Appeltje, eitje. Ja, het klinkt alsof we misselijk zijn. Dat was een mooie ochtendsport. Maar wat belangrijker is, de troep die mensen achterlaten in Bloksburg. Nou ja, aan de ene kant, dat is wel de reden dat wij extra geld verdienen. Dus we halen het weg. Eeuw, wat is dit? Serieus? Hier is een prullenbak. Je gooit het op de grond. Dan ben je niet slim. En wat is het überhaupt voor drankje? Het is paars. Is het een slushpuppy of zo? Weet je, het maakt niet uit. Ben niet van plan om het te drinken. En nu de allerlaatste. Voor deze ochtend. En dan is het even doorzetten, want ik heb hier een goed gevoel over. Waar ik ook een goed gevoel over heb, is dat we klaar zijn met werken net naast Bloksie Burgers. Ik geef me over. Ik neem een hamburger. En ik eet hem op zonder dat ik ga zitten. Ja wat, we zijn druk. We hebben geen tijd om te zitten. Onze beelden zitten een andere keer maar. We gaan weer naar buiten. Het is nog geen 10:00 en mensen eten nu al fastfood. Waren wij net diegene die net een burger aten? Ik bedoel meer, we gaan pizza... leveren, bezorgen. Gooien. Dat zou best wel handig zijn als we gewoon die pizza zo... Woep, gewoon konden gooien en iemand vangt het op. Dat scheelt ons een hoop tijd. Oh, jij. Hè, met je roze shirt. Hoe voel je je dat je pizza bestelt om 10:00 Alsjeblieft, geniet ervan. Oh, we gaan weer terug. Misschien moeten we wat meer risico's nemen. Misschien als we meer risico's nemen in dit spel... dat we sneller de rijkste kunnen worden en... Sorry, ik viel in slaap, want alles wat ik zei was saai. We zitten op de motor. En serieus, dude. Je staat daar? Dat is nog geen 10 stappen van het pizza-restaurant. Maar hier, wij verdienen er geld mee. Doe het vaker. Ik bedoel, ik kan gewoon letterlijk achteruit rijden om de volgende pizza te pakken. Zo dichtbij was het. Welke pizza is de uitverkorene? Jij bent het. Ja, de anderen waren stom. Grapje. Ik eet jullie later. Hou van jullie. Oh, serieus? Luister, dit is heel chill. Hè? Wij gaan honderden euro's verdienen omdat hier gewoon een dude staat die pizza bestelt op, ja, 10 meter afstand van de pizzeria. En nu ben jij de uitverkorene. En nu staat er iemand daar. Besef, ik hoef gewoon eens de... Ach ja, $200. Ik stopte per ongeluk met werken. We gaan nu weer een maandje door met werken. Want dan is het uiteindelijk tijd voor de grootste verhuizing tot nu toe. Waar moeten we nu heen? Oh nee, door de sneeuw. Ik ben geen meeuw. Ja, dat heeft er niks mee te maken, maar het rijmt. Hallo boom, heb jij een pizza besteld? Nee. Een boom hier. Hallo, jij boom? Nee, ook niet. Oké. Wauw, deze dude bestelt pizza en is daadwerkelijk meer dan 10 meter van de pizzeria. Waar staat die dude? Oh, daar is... Wacht eens even. Ben jij niet dezelfde die nu al 5 keer een pizza heeft besteld? Ach ja, wat kan mij het schelen hier? We verdienen er geld mee. We gaan door met werken. Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. Het is een maand later en we hebben zo hard gewerkt dat we meer dan $200.000 hebben. Volgens mij zijn we de rijkste in Bloksburg. Misschien hebben we de Bloksburg loterij gewonnen. Maar laten we het erop houden dat we hebben gewerkt. Dit is zo nice. Huis, ik hield van je, maar... Ik heb geen tijd voor een emotionele speech. Het is tijd voor nieuwe kleding. Oh, ik kan niet wachten. Oh my gosh, dus dit is hoe het voelt om de rijkste in Bloksburg te zijn. Het zit eigenlijk helemaal niet lekker. Een pak gemaakt van goud. Wie zijn idee was dat? Oh my gosh, dit is amazing. We hebben zelfs een diamantje op onze kraag. Ja, eigenlijk vind ik het niet zo mooi. Maar wauw, het is wel een upgrade. Maar nu is het tijd voor de grootste upgrade. Ja wat, ik had zin in pizza. Ook al zijn we rijk, we mogen wel een pizza eten. Maar de grootste upgrade gaat zijn ons huis. Oh... My gosh, we hebben een brievenbus. Dat is een mooie brievenbus. En trouwens ook een leuk huis. We hebben het grootste huis, het duurste huis in Bloksburg. We gingen van dit, zo op de grond, met een fruitmand, naar dit. En
En het is best wel cool. En trouwens, al ons geld is op. We hebben al ons geld uitgegeven aan dit gouden pakkie en dit huis. Maar het was het waard. En we gaan eens even checken hoe het er van binnen uitziet. De geur van kaviaar. Oh, serieus? We hebben 2 deuren voordat we naar binnen kunnen? Oké. Wow, dude, het is een beetje donker. We hebben een wereldbol. Dat zegt dat we verstand hebben van dingen. En wat hebben we hier? Oh my gosh. Een nog grotere tv. Een schilderij. Een piano. En we spelen ineens piano. En wat zit hierachter? Laat maar raden. Het is een kantoor. Wauw. Ja, hier gaan we nooit naar. Wacht eens even. Heb ik al gezegd dat iedereen eventjes moet wachten? We hebben een zwembad. Oh. Waarschijnlijk gaat ons gouden pak zo meteen roesten. Een zwembad met een duikplank. En een zwembadbal. En eigenlijk gewoon alles wat je bij een zwembad kunt verwachten. Je gaat niet helemaal uitleggen, want het is gewoon een zwembad. Gewoon water in een gat en het is. Waarom heet het eigenlijk geen zwemgat? Nou, waarschijnlijk omdat het niet zo nice klinkt. Wauw, we hebben nog niet eens alle kamers. Wat is dat, een garage? Oké, wacht even. Ik weet het, we zijn enthousiast, we zijn blij. Maar we moeten eerst even rustig de tijd nemen. We hebben een keuken met onze eigen keukenrol. Oké, het ziet er goed uit, mooie koelkast. Leuk. Wat hebben we hier? Dit is een extra soort woonkamer, extra kamer. Wat hebben we hier? Dit is een boekenkast. En dan hebben we hier de garage. Waar is de slaapkamer? Op zich is het wel handig dat we zeg maar zo'n ding hebben waar we op kunnen liggen als we moe zijn in de avond. Hoe heet dat ook alweer? Oh ja, een bed. Besef dat dit huis zo groot is dat we gewoon nu al de weg kwijt zijn. Ik bedoel, we hebben hier een tv en die kunnen we aanzetten. Ja, oké, dat is wel weer genoeg tv voor vandaag. En we hebben een bed waar we lekker kunnen slapen. En wat zit hierachter? Laat me raden. Het is de badkamer. Dat is een kamer met een bad. Yeah. Yeah. En ja, natuurlijk moeten we de toilet even testen. Ja, oké. Ja. Wauw, het is gelukt. Licht uit, licht aan. We zijn van de armste naar de rijkste in Bloxburg gegaan. En het is amazing. En ja, dat was een avontuur. Hoeveel jaar wordt de Roblox baby ik? Roblox baby ik? Het is hartstikke koud, dus we gaan snel naar binnen. Want vandaag zit ik in een jacuzzi. Gaan we van baby naar opa in Adopt Me. Dus dat is eigenlijk het hele Adopt Me. Dat is eigenlijk het hele Adopt Me leven in één video. Maar nu we nog een baby zijn, hebben we een aantal dingen te doen. Zoals rijden in een badkuip. Heb ik wel een badkuipbewijs? Kinderen houden van ijs. Dus we hebben onze eigen ijswagen. Spam in de comments. Wat is de lekkerste ijsmaak? Wacht even. Nieuwe auto's. Daarvoor moeten we ouder zijn. Gelukkig hebben we een eenwieler. Kinderen houden van dieren. En oh my gosh, dat is een groot dier. Maar waar kinderen nog meer van houden, is de kerstman. En cadeautjes. Klein cadeautje, groter cadeautje. Het grootste cadeautje. Daar gaat al ons zakgeld. Oh, maar wat zit er in het grootste cadeautje van allemaal? Het is een cactus. Saaier dan dat bestaat niet. Oh nee, er zit een baby op het dak. En deze alligator stinkt. We hebben het speelgoed. Dus nu mag de baby een huisdier kiezen. Er zijn er zoveel die we kunnen krijgen. Oké, daar gaan we. We kopen er 1. En ja, kinderen zijn ongeduldig. Dus we laten hem gelijk uitkomen. Wat zit erin? Oh, die is volgens mij niet zo zeldzaam. En wat doen baby's ook alweer als ze hun zin niet krijgen? Oh ja. Oh, ik wil een andere. Ik wil er nog 1. Oké, ik bespaar je het huilen. Hij krijgt zijn zin. Dus daar gaan we. Oh, wat zit erin? Serieus? Nou ja, jullie weten hoe laat het is. Ik wil er nog een. En alweer, ik bespaar je het huilen. Dus daar gaan we. Oh my gosh. Oh, ons geld is op. En we moeten nog een tiener, volwassene en opa worden. Weet je wat? We kopen het allerduurste. 3000 Robux. Oh. Daar gaan we. Het laatste ei. 3, 2, ik ga niet eens aftellen. Kom op, het is een baby. Die wil het direct. Die wil het nu. Het is... Wacht even. Die is niet zo zeldzaam. Maar hij is de favoriete kleur van ons. We gaan snel naar buiten. En in ons banaan... Wacht. Heb ik wel een banaanbewijs? Gaan we hier naar binnen. Kinderen houden van ijs. 3 bolletjes voor 1 jongeman. Klinkt als een eerlijke deal. We nemen ook gewoon 1 bolletje per hap. Kijk uit. Straks krijg je nog een brain freeze. We moeten snel leuke dingen doen. Want als we straks een tiener zijn, moeten we naar school. Oh, een speelgoedwinkel. Dit gaat niet goed komen. We willen sowieso een knuffel. Dat is de kleinste knuffel ever. Ik dacht dat die groter was. We willen een ballon. Ah, die werkt beter. En we willen een pogo. Dat is genoeg speelgoed voor vandaag. Ik voel dat we ouder worden. We moeten snel zijn. Natuurlijk niet te vergeten. Een speeltuin. Kunnen we hier doorheen? Oeh, dat is spannend. Ik moet zeggen, we zijn wel een actieve baby. Al moeten we natuurlijk wel voorzichtig zijn. Deze schommel is mega vergeleken met mij. Check dat. Oh, dat was een leuke dag. En oh my gosh, ik voel wat. Oh, yes, we zijn een tiener. En we hebben een boomhut. Eindelijk, geen luiers meer. Al zaten die best wel comfortabel. Ik hoefde nooit naar het toilet te zoeken. Wauw, we hebben zoveel ruimte. Maar een tiener wil niet thuis zijn. Die wil naar buiten. Come on, nog steeds deze fiets. Zometeen zijn we volwassen. We moeten voorbereid zijn. Deze tiener wil zijn eigen auto. Oh my gosh.
Dit wordt duur. Oh, die linker is gaaf. Nou, hoeveel kost het? 560 Robux. Gelukkig heeft hij een baantje. Bye now. Oh. Deze dude heeft het goed getroffen. 5 minuten geleden had hij nog een luier aan. En nu zit hij in deze bak. En de andere? Ja. Laten we het erop houden dat we die... weggeven. Maar we hadden er nog één, toch? Oké, stukje kleiner. Au, oké. Hopelijk ben ik verzekerd. Stukje kleiner dan de vorige, maar hey, deze mag er zeker wezen. En hij is mega snel. Ik moet alleen uitkijken dat ik niet bots. Oh, dat is wat ik bedoel. En deze tiener heeft honger. Dat betekent maar één ding. Een lekker stuk pizza. En dit is toevallig waar we zelf werken. We pakken de pizza, zeker. Beetje tomatensaus, beetje kaas, beetje dit, beetje dat. Even in de oven. En nu moeten we geduld hebben. Tieners hebben geen geduld. Gelukkig zijn ze niet zo ongeduldig als die baby. En onze pizza is klaar. Oh, dat is nice. Maar wacht eens, volgens mij heeft deze dude nog een huisdier. Dus we pakken onze nieuwe auto. Oh, oké. Dat was niet de bedoeling. Ik ben ineens aan het schaatsen. Dat ging echt per ongeluk. En we gaan de dierenwinkel in. De baby wou dit ei, maar hij wil dit ei. Geen probleem. Hij moet zometeen naar zijn pizzawerk, dus we moeten snel zijn. Let's go. Oké, laat het niet weer 3 keer dezelfde zijn. Wat zit er in... Het is een konijn. Oké. Nou, vooruit. Nog eentje uit deze machine dan. Wat zou hierin zitten? 1 manier om daarachter te komen. Wat is dat? Het is de Sasquatch. Deze dude is zo groot. Hij zou wel snel zijn. Dus laten we dit drankje kopen. Oh nee, hij wilt weg. Of tenminste... Oh jawel. Hij gaat naar het drankje. Hij drinkt het drankje. En onze tiener is mega blij. We rijden op onze Sasquatch. Dit is amazing. Maar wat minder amazing is... Het is tijd voor school. Jup, deze tiener heeft zometeen gewoon les. En het eerste is muziekles. Alleen... Er is niemand. Nou ja, we kunnen op zich de appel van de leraar stelen. Ik bedoel, dat is een best wel lekkere appel. Wat hebben we nog meer? Wow, is dit een soort van bibliotheek? Laten we de lampen uitzetten. We zijn echt gemeen. We zetten alle laptops uit. Ja, wat? Ik zei niet dat hij een goede leerling was. Oké, dit was onze schooldag. Maar deze dude wil de hoofdprijs. Hij gaat voor dit cadeau. Het is niet de grootste, maar daar kan iets goeds in zitten. Het is een frisbee. En ons konijn kan deze frisbee pakken. Hij gaat letterlijk achter de frisbee aan. Ja, dankjewel, dude. En ja, we zitten op een gouden vliegende pinguïn. Laten we het erop houden dat hij die van iemand heeft geleend. Geleend. Tieners houden van avontuur. Dus wij gaan hierheen. Wow, een slang. Natuurlijk hebben we die al. En wat zijn dit? Een groeipotion. Let's go. Hij drinkt de potion. Oh my gosh, hij is... Hij is mega! En als we hier naar boven gaan... Dit is een lange trap. Hebben we hier nog een potion? Die hij natuurlijk ook wel even wil proeven. En daardoor zijn we veel sneller. En over avontuur gesproken. Let's do this! Oh nee. Oh nee. Oh nee. Ja, we zijn mega onhandig geweest. Maar de dokter komt zo checken of alles nog oké is. Voortaan niet meer 200 meter naar beneden springen. Eigenlijk klinkt het ook best wel logisch als ik het zo zeg. Maar nu gaan we met de vliegende pinguïn naar een andere plek. Namelijk deze mega geheime winkel. En oh ja, misschien is het tijd dat we even gaan douchen. Poeh. Wat hebben we hier allemaal? Wacht eens even. Dude. Eigenlijk mogen we hier niet zijn, maar... Oh. En nee, we gaan niet naar de speeltuin om te spelen. Deze tiener wil uitdaging. Dit zijn allemaal verschillende hobby's. We gaan voor deze. Volgens mij kunnen deze hobby's best wel lastig zijn. En we moeten hem in 1 keer halen. Om volwassen te worden. Oh nee, dit ziet er serieus best wel lastig uit. Maar dat is een soort van te doen. Pas op voor de lava. Lasers. Lava. Wat is het nou? Zijn het lasers of lava? Hier nog even naar beneden. En nu het laatste stukje. Daar is het. 3, 2, 1. Yes! En ja, hier was het toch wel tijd voor. We zijn weer schoon. Of tenminste... We stinken nog steeds. Maar wacht, er gebeurt ook iets anders. We zijn volwassen! En nu weten we ook gelijk wat we zijn geworden. Namelijk een chef. En op zich is dat best wel logisch. Wauw, we hebben schatkisten. Want net werkten we nog in een pizzarestaurant. Alleen ik weet niet of het goed is dat we stinken. Een stinkende chef, dat gaat volgens mij niet goed samen. Wauw, dit huis is mega. We hebben zoveel kamers. Deze is zelfs nog leeg. En dan hebben we deze hier. Oké. En hier nog één. Oeh. Wacht, wat? Waarom ligt er ketchup op de grond? Je kunt zeggen wat je wilt, maar we hebben een zwembad. Als we nu niet schoon zijn, weet ik het ook niet meer. Maar we hebben haast, want voordat we een opa zijn... wilt ook de volwassen dude op zijn, wat het ook moet voorstellen... een eigen huisdier. Oké, welk ei wordt het? Hij gaat voor het goedkope ei. Om eerlijk te zijn, ben ik eigenlijk best wel blij mee. Maar een chef is druk en moet dus opschieten. We laten het ei gelijk uitkomen. Het is een... Een puma? We zijn een chef van klasse. Het mythic ei. En ja, we hebben nog steeds haast, dus... Come on! Wat zit erin? Wat zit erin? Wat... Een zeepaardje. En ze heeft een soort van vleugeltjes. Dus deze chef heeft een drankje gemaakt. Of eigenlijk een drankje gekocht. En oeh, ze is al bang ervoor. Maar toch krijg je hem, alsjeblieft. Ik hoop dat die lekker smaakt. Er zit een geheim ingrediënt in, namelijk...
liefde? Ik heb geen idee. Ik heb er geen verstand van. Maar yes, we kunnen nu vliegen. De tiener had een pingwing. En deze volwassen dude heeft een zeepaardje. Spam in de comments. Waar zou jij op willen vliegen? Als elk dier zou kunnen vliegen. Maar deze dude heeft een magische deur. Waarmee je in één keer thuis bent. Wat zit er in die schatkist? Muntjes. En over thuis gesproken, volgens mij wil deze gast verhuizen. En we hebben iets nodig wat bij ons huisdier past. We wonen letterlijk in een schelp. Dat klinkt toch wat surfer dan het is. Ik bedoel, het is echt heel gaaf. Kijk maar. We zwemmen met onze kleding aan. Oh yes, dat is mega chill. We zitten letterlijk in een soort van jacuzzi. Het is in ieder geval warm. Maar ook deze dude haalt een cadeautje voor zijn kinderen. En dat is de duurste. Oh my gosh, wat zit erin? Wat zit erin? Het is weer de cactus. Oh my gosh. En na zo'n lange dag is deze chef klaar om te genieten. Groene tent, rode tent, blauwe tent. Slaap lekker. Oeh. Nee, ik heb geen zin om te wachten. Ik heb wel zin in een marshmallow. Maar ik heb zo'n gevoel dat ik nog iets moest doen. Misschien dit huisje huren? Nee. Volgens mij was dat het niet. Dus ik heb dit huisje voor niks gehuurd. Wacht, volgens mij moet ik naar huis. Tenminste, eerst een marshmallow eten natuurlijk. Belangrijk. Oké, ik ben thuis. Wat was het ook alweer? Oh ja, natuurlijk. Ik was het niet vergeten. Onze baby. En wat is die aan het doen? Gast, dat zijn potions. Hier komen jij. Dat is het nadeel aan dit grote huis. Naar een slaapkamer lopen is bijna een marathon. En oh ja, ik heb een hoop broden. Kom op man, ik ben een chef. Welke kant was het ook alweer op? Volgens mij was het hier. Oh ja, het was hier. En we hebben genoeg bedden voor... heel Adopt Me. Zo, slapen jij. Hij is zo schattig als hij slaapt met zijn ogen open. En eng. En ik geloof dat het moment daar is. Wij worden een opa. We hebben een baard. En een hoed. En een baard. En we wonen nu ook ergens anders. Namelijk in dit... piratenschip. Deze opa houdt van piraten. Misschien is het er zelf wel een. En wauw. We zijn van baby naar opa gegaan. In Adopt Me. Maar natuurlijk wil de opa ook zijn eigen huisdier. En oh ja, hij bestuurt een trein. Hij is er best wel goed in. Hij vond het leuk om chef te zijn, maar machinist vond hij de leuker. En oh ja, zijn huisdier is een kangaroo. Hij is er heel blij mee. Alleen hij komt maar niet op een goede naam. Help deze opa en spam een naam voor de kangaroo in de comments beneden. Het hele leven in Adopt Me. Maar nu gaan we er vandoor op een gouden bij voor niets minder dan een nieuw huisdier. En deze opa heeft een dure smaak. Duurder dan de baby, duurder dan de tiener en de volwassenen bij elkaar. Hij gaat namelijk voor het duurste ei in heel Adopt Me. 3, 2, 1... Het is een bever. Het voordeel is dat we die nog niet hadden, maar dat was het duurste ei van allemaal. En nu is het tijd om te dansen tot de zon opkomt. Waar moeten we de volgende keer het Roblox leven checken? Spam het in de comments. We beginnen met de 1 euro glijbaan. En daarbij zitten we op dit kleine bootje. Halen wij het einde? Dat is de vraag. Tenminste, het was de vraag. We halen het einde niet. Maar dit was ook maar 1 euro. Ouch. De 10 euro glijbaan. Wat deze glijbaan duurder maakt, is dat we er ditmaal met een auto vanaf gaan. Nou ja, 10 euro is 10 keer zoveel als 1 euro. Dus komen we dan nu ook 10 keer zo ver? Nou ja... Dat weet ik niet zeker. Het leek wel slechter te gaan zelfs. Oh nee. Ouch. Oké, weet je wat? 10 keer 10 is... Hey, 100 euro glijbaan. En deze glijbaan wordt duurder omdat we letterlijk een winkeltje krijgen waar we in kunnen zitten terwijl we van de glijbaan gaan. Oké, 100 euro is echt super duur. Dus ik kan ik praten, zeg maar, woorden en zo. Oh, ben je echt serieus? Auw. Ik ben nu al af. Weet je wat? Zwaarder geschud. 10 keer 100 is de 1000 euro glijbaan. En wat deze glijbaan zo duur maakt, is dat we letterlijk in een schoolbus zitten. En die kan rijden. Ondersteboven. Op de zijkant. Dit is een speciale schoolbus. Echt waar? Ik zit gewoon nog op de stoel van de schoolbus. Als ik nu te hard val, heb ik een probleem. Oké, weet je wat? Het moet maar. De 10.000 euro glijbaan. Waarbij we letterlijk in een raket zitten. Wat een soort van raar is. Want een raket die hoort naar de ruimte te gaan. En niet naar de grond. Oh. Oké. Dit is een speciale raket. Maar wacht. Hij is er nog. Een soort van. In 1001 stukjes. Oh, ben je echt serieus? Waarom blijf ik op die stoel zitten? Heb je ooit iemand 100 keer over de kop zien gaan en alsnog in een stoel zien zitten? Dat is raar. Maar hey, ik ben er nog. Niet meer. 25.000 euro glijbaan. Moet ik überhaupt uitleggen wat deze glijbaan zo duur maakt? We hebben er letterlijk een huis bij gekregen. En hopelijk heeft dit huis sterke muren. Het heeft in ieder geval geen sterke vloer. Oh my gosh. Oké, tot nu toe gaat best wel goed. Hoop gewoon niet dat er thee werd gezet in de keuken, want dan zit dat nu aan het plafond. Oh, dit is echt bizar. Maar als dit de 25.000 euro glijbaan is, dan krijgen we dus nog een 50.000 euro glijbaan, een 100.000 euro glijbaan, 500.000 euro glijbaan denk ik, en dan een miljoen. Ik wil niet weten waar we dan in of op of naast zitten. Al moet ik zeggen, dit huis houdt het bijzonder lang vol. Ik bedoel, we hebben al 1000 rondjes gedraaid en het dak zit er nog op.
Oh, waarom moest ik dat nou zeggen? Ik val uit de wereld en mijn huis ook. Maar zo ver waren we nog niet gekomen. Voor de 50.000 euro hebben wij een eigen trein. En de meeste treinen maken nog wel eens een tussenstop op een station hier en daar. Maar ik heb zo'n gevoel dat deze trein dat niet gaat doen. Want de trein kan niet stoppen, alleen over de kop gaan. Oké, dit is dus de 50.000 euro glijbaan. Ik weet het, de glijbaan verandert niet echt, maar hetgeen waarmee we glijden wel. Dus ja, een soort van verandert de glijbaan wel. Want de ervaring wordt anders als je in een trein zit dan bijvoorbeeld op een wc. Of een wc in de trein. Sorry, ik weet niet wat ik zeg. Maar het gaat wel goed. Want hier lag volgens mij het dak van ons huis er al af. dat is zo raar om te zeggen. Mensen die Roblox niet spelen en mij dit horen zeggen denken, wat speelt deze dude? Oké, kom op, als we dit kunnen halen, dan kunnen we misschien wel bij het einde komen. Dit is een best wel stevige trein. Oh. Waarom zei ik dat precies op dit moment? Oké, geen trein meer te bekennen. Maar zolang wij niet afgaan voordat we het einde halen, hebben we het einde gehaald. Ja, zo simpel is het eigenlijk. Het is geen hogere wiskunde. Dus ik moet gewoon niets raken. Ik moet gewoon... De 100.000 euro glijbaan is een hamburgerauto. Job, waarom is dat zo duur? Nou, je kunt erin rijden en je kunt het eten. Ah, logisch. Oh nee. Oh, wacht. Ik kan misschien sturen, wilde ik zeggen. Maar dat was voordat ik over de kop vloog. Oh my gosh. Oh, oké. Besef dat er nu gewoon overal stukjes kaas en sla en ik vlieg door de lucht. Nee. Oké. De volgende is de 250.000 euro glijbaan. Ik denk niet dat ik moet uitleggen waarom dit zo duur is. Het is letterlijk een volledig vliegtuig. Tenminste, nu nog, want waarschijnlijk... Oh nee. Oh. Oh, wacht. Oké, nu niet meer. Het is een vliegtuig zonder vleugels. Dus het is een tuig. Oké, wel, ik denk wel dat we dit heel ver gaan schoppen, vliegen, vallen, glijden, kapot gaan. Want het is best wel een groot object. En ik denk dat er dus meer voor nodig is om het te slopen eigenlijk. Ja, daar komt het wel op neer. Oké, laat maar. We gaan naar de 500.000. Wacht eens even, dat meen je niet. De 500.000 kost 200 Robux, grappig genoeg. En het is letterlijk Superman. Dit is de ene laatste als het goed is. Dus ik hoop dat dit werkt. We hebben het einde nog steeds niet gehaald namelijk. En de glijbaan is geüpgrade. Oké, nu komen we dus bij de twee duurste glijbanen ever. Maar hoe kan ik vliegen dan? Is daar een manier voor? Oh, dat is niet vliegen. Dat is... Ja, oké, het is wel vliegen, maar niet met mij erbij. Echt waar. Heb ik hier 200 Robux voor betaald? Of... Wat? De 1 miljoen euro glijbaan kost 400 Robux in Roblox. En daarbij zitten wij in een UFO. Job, maar waarom is dit dan de duurste? Dit is toch gewoon een bord wat kan vliegen? Nou ja, je zegt het zelf al, het kan vliegen. Dus wij hoeven ons denk ik nu minder zorgen te maken om wat er fout gaat. Omdat we dus gewoon rustig over de glijbaan vliegen en op die manier niet afgaan. En op die manier... En dan kunnen we zeg maar op... Dus dan op die... Oké, dus op die manier kunnen we niet afgaan. Nee, echt serieus? Elke keer als ik probeer... Ik wil gewoon vertellen dat dit een leuk spel is. Oké, dankjewel. Oké, ik kan dus vliegen. Oh, dit is wel heel hoog. Ik ga het halen. Dit is wel de 1 miljoen. Dit is de laatste. Als we het hier niet halen, dan is dit dus gewoon onmogelijk. Oh my gosh. Waar is de glijbaan? Ben je echt serieus? Oh, daar. Oké, het houdt op hier. Tijd voor een ander spel. Vraag me niet waarom ik dit speel, maar in dit Roblox-spel ben je een ijsblokje en moet je proberen om de obby te halen. Ja, heeft iemand een glas cola? Want ik maak het koud. Dit is zo raar. Er zijn tegenwoordig heel veel Roblox-games die dan zeg maar zo heten van obby, maar je bent een boom. Obby, maar je bent pizza. En dan moet je dus de obby spelen terwijl je iets heel willekeurigs bent. Nou, in dit geval zijn we een ijsblokje. Nu hoor ik je denken, Job, ijsblokje, wil je dat heel je leven al zijn? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, ik ben zo cool. Snap je, cool scout? Sorry. Oké, ik moet geen grapjes maken terwijl ik ijs ben. In ieder geval, we moeten dus gewoon proberen... Oh, wacht, we kunnen dubbel springen. We moeten dus gewoon proberen om niet naar beneden te vallen. Dat ijs ik van mezelf. Dat is een woordgrapje. Oké, dus als ik wel naar beneden val, dan stop ik gelijk met deze obby. Laten we daar een soort van leuke challenge van maken. Dus dat betekent dat als ik hier afga, dat de video eindigt. Nee, ook dat niet. Maar ik ga dan een ander spel spelen. En dat doen we net zo lang totdat ik niet meer afga. Wat waarschijnlijk nooit gaat gebeuren, maar ik ga mijn best doen. Oh, dit gaat eigenlijk best wel lekker. Ik bedoel, even serieus. Misschien moet ik inderdaad gewoon echt ijs zijn. Oké, stel voor, jij bent een ijsje. Welk ijsje zou je zijn? Rare vraag, ik weet het. Maar ik stel hem alsnog. Een raketje, een magmum. Ik weet het niet. Sorry, ik kan niet praten terwijl ik dit speel. Wat ik vroeger altijd leuk vond, waren die SpongeBob-ijsjes, weet je wel. En dan zag je op de voorkant zo'n heel mooi ijsje. En dan maakte je hem open. En dan had hij ineens 12 ogen of zo. Ik ben afgegaan. Oké. In dit spel zijn we een glijbaan en moeten wij van 100 glijbanen glijden. Je hoort het goed. Ik ben een glijbaan en ik glij van de glijbaan. En we moeten dat dus proberen te doen zonder af te gaan. En dat gaat eigenlijk best wel goed. Oké. Oh, wat? Oké, dus ook hierbij geldt. Als ik afga, dan stop ik gelijk met het spelen van dit spel. En dat gaat waarschijnlijk heel snel. Want dit is namelijk de bike of hell of zo, volgens mij. Het is eigenlijk gewoon fietsen, maar dan 100.000 keer sneller dan in het echt. En ook 100.000 keer gevaarlijker. En ik weet echt nooit wat ik moet zeggen met dit soort video's. Ik ga door. Oh, Job, je overtreedt je eigen regels. Ja, je zegt het al. Het zijn mijn regels, oké? En die... Weet je wat?
Ik haal dit erbij. Oké, okay, waarschijnlijk ga ik het nu wel halen, want ik kan veel hoger springen. Dat is echt super chill. Oh my gosh. Stel voor, je zou in het echt gewoon zo hoog fietsen. Eigenlijk is het geen eens fietsen. Het is gewoon vliegen. Kijk dan. Dit is so satisfying. Het voelt alsof ik in een droom zit. En ik heb een fiets die sneller is dan de wereld. Oké, voorzichtig. Springen. Oké, dit is best wel goed te doen. Vanaf nu wil ik dus echt niet meer afgaan. En als dat wel gebeurt, dan eet ik mijn mouw op. Nee, dat doe ik niet. Oké, misschien als ik zout krijg. Nee, dat doe ik niet. Voorzichtig. Oké. De bedoeling is dus, je kunt een balk in beeld zien. Fietsen we nou over Lego heen? Volgens mij wel. Je kunt een balk in beeld zien. En als we aan het einde van die balk zijn, hebben we het gehaald. Oh my gosh. Dit is zo cool. Het voelt alsof ik op vakantie ga. Oké, daar gaan we weer. Ups, oké. We zijn nu over de helft. En ik ben natuurlijk een paar keer afgegaan. Maar dat was wel voordat ik mijn gravity coil haalde. En vooral als je het niet weet, een gravity coil die zorgt ervoor dat je minder zwaartekracht hebt. Dus je blijft langer in de lucht zweven. Dat ging maar net goed. Oké, voorzichtig. Het enige wat heel moeilijk is, is zeg maar kijken wanneer je wil landen. Als je dat überhaupt ooit wil doen. Oh my gosh. Oh nee! Oké, hier kan ik beter niks anders gebruiken dan gewoon mijn eigen kracht op de fiets. Die ik niet echt heb. Oké, voorzichtig. Ja, perfect. Hier, springen. Kom op, we zijn er bijna. Zijn dat lasers? Oh my gosh, dat zijn lasers. Springen. Hebben we het gehaald? Je maakt een grap. Kijk naar de balk. We hadden letterlijk nog minder dan een halve minuut, want de tijd gaat twee keer zo snel. Maar we hebben het gehaald. Wij mogen een dier kiezen. Ik wil de kat zijn. Oh, dit is zo schattig. En kijk, ik ben een tweeling. Hier hebben we nog een kat. Dit is een beetje de Brookhaven voor dieren. We hebben hier een café. Wow, dit is zo leuk. En het is allemaal zo lekker. Ik ben gegaan voor het koekje. Het is alleen echt geen lekker weer. En wat een politiebureau. Er is helemaal niks binnen. Behalve deze regenboogkat. En we mogen een eigen huis kiezen. Wij hebben een snoepjeshuis. Dit is zo gaaf. De banken zijn van aardbei. De trap is van suikerspin. Het bed is van cake. En no way, we hebben zelfs een kluis met Robux. Ik heb mijn eigen Robux gestolen. Maar wacht, waar is de wc van gemaakt? Van kauwgom. Oké. Oeh, en je hebt allemaal voertuigen. Ik moet VIP hebben. Oh my gosh. Ik ben letterlijk een kat die in deze auto rijdt. Oh, ja, ik had je al wel kunnen vertellen dat dat geen goed idee was. Dit is een ander spel. Hierin zijn we een vis. Wacht, Halloween? Oh, je hebt allemaal Halloween vissen. Waarom is alles altijd zo duur? Nou, ik moet dit zien. Oh my gosh, moet je kijken. We zijn de allerengste haai ever. Maar wacht, kunnen we andere dieren dan ook opeten? Wacht, daar is een andere haai. Ik ga er naartoe. Oh nee, dat kan niet. Maar we kunnen deze pompoenen wel opeten. Oké, dit is echt een heel random spel. En ik heb er 500 Robux voor uitgegeven. Wow, moet je kijken. Ik ben letterlijk een octopus. Oké, ik heb dit spel nu al wel gezien. Dat was kort maar krachtig. Hier hebben we letterlijk alle soorten dieren. En ook hier kost het 500 Robux voor de Halloween pets. We zijn een zombie leeuw. Oké, dat is wel echt super gaaf. We zijn nu al een paar keer van mens naar dier gegaan. Maar in dit spel moeten wij leren paardrijden. Twee keer zoveel energie. Waarom niet? Ah, wacht, kijk. Hier kunnen we letterlijk trainen op een soort van loopband. En je ziet onze energie er dus iedere keer bij komen. En als we 500 energie hebben, kunnen we de nieuwe loopband doen. Wat is dit? Super wins. 2 Robux. Dat is het goedkoopste dat ik ooit heb gekocht. Moet je kijken hoe snel die paarden gaan. We hebben nog een hoop te leren. Oké, we zijn wel iets sneller. Weet je wat? We halen er een aantal wins bij, zodat we in ieder geval onze allereerste pet kunnen halen. Wat zit erin? Oké, deze die nemen we mee. Maar kunnen we dan nu ook racen? Oh, de race gaat beginnen. Oké, we moeten dus klikken om sneller te gaan. En zoals je kan zien, we staan achteraan. Ik had graag willen zeggen, zoals je kan zien, we zijn eerste. Maar dan zou ik liegen. Kunnen we in ieder geval deze speler inhalen? Kom op nou. Dit is letterlijk een nek-a-nek race. Oké, we hebben deze speler ingehaald. Maar we zijn dus nog lang niet snel genoeg. We zijn bijna bij de finish. Kom op. Yes! Nou ja, yes, we zijn 1 na laatste. Dus ik weet wat me te doen staat. Vals spelen. Oké, een klein beetje. Dit is een bundel. En blijkbaar gaat ons dit helpen. Nou, we zijn lekker aan het trainen. En zoals je kan zien gaat het nu veel sneller dan net. Oeh, wat is dit? Job, als je niet weet wat het is, moet je het dan wel halen? Ja, natuurlijk. Niet. Eigenlijk niet. Maar dit ei ziet er zo cool uit. Wow, dit lijkt wel Poppy Playtime. Bedenk een naam voor deze soort van pop. Oké, we hebben nu zoveel dat we de volgende loopband kunnen doen. Ja, je kunt het niet echt goed zien, want ik ben met 2 spelers hier. Maar dit gaat dus echt super, super snel. En wat is dit nou weer? 2 Robux? Dit spel is belachelijk goedkoop. Maar zoals je kan zien, we rennen steeds sneller. En dat betekent dat we naar de volgende loopband kunnen. Het is alleen wel heel irritant dat je andere spelers ook ziet. Het is best wel een beetje afleidend, zeg maar. Wil je VIP kopen? Weet je wat? Nu ik toch bezig ben, waarom niet? Wow, moet je dit zien? Terwijl ik de doel ben ik ondertussen aan het trainen. Dus ik doe eigenlijk 2 dingen tegelijk. Oké, we hebben nu een aantal pets. En laten we nu eens kijken of we beter zijn. Oké, de volgende race gaat beginnen. Wij klikken erop los. Oeh, wacht even. Oké, ik sta nog niet op de eerste plaats. Maar in 3, 2, 1...
We hebben de race gehaald. En wacht even, we zijn zesde, terwijl we net één na laatste waren. We worden dus beter. Wacht eens even. Wil je nou zeggen dat we een ander paard kunnen krijgen? Oh my gosh, we kunnen nu al letterlijk een andere nemen. Wow, we hebben een goud paard. Oké, dan gaan we snel door. En terwijl we aan het trainen zijn, haal ik er nog één extra pad bij. Best wel cool. Nou, die nemen we dus mee. En dan is het nu tijd voor de volgende loopband. We hebben bijna 1 miljoen energie. Maar weet je wat? Ik wil nog één keer dit ei openen. Want ik wil die van 1% hebben. Nou ja, de kans is maar 1%. Maar het zou dus kunnen. Oké, ik wacht even tot de 1 miljoen. 3, 2, 1. Let's go! Maar wacht, volgens mij kunnen we dan nu weer upgraden. No way. We kunnen het vuurpaard kopen. Moet ik hebben. Dit is waarom ik nooit Robux heb. Wauw, dit is zo gaaf. Oké, luister. We hebben 1 miljoen energie. We hebben het vuurpaard. We moeten nu eerst eindigen. Oh, nee. Meen je dat serieus? Het ziet er naar uit dat we nog steeds iets van vierde of vijfde zijn. Nou ja, vijfde is niet slecht. Net waren we zesde. Wil je de overpowerde klik kopen? Geen idee wat het is? Ja, natuurlijk. Maar wacht even. Er zijn hier nog meer paarden. Oké, weet je wat? Ik ga ze gewoon allemaal overslaan. En ik ga gelijk voor de allerduurste. Ja, wat? Ik doe dit zodat jullie het niet hoeven te doen. Oh, deze is zo gaaf. Oh, we kunnen een rebirth doen. En we kunnen zelfs een rebirth overslaan. Ja, dat was eigenlijk totaal niet nodig. Oh, en er zijn ook trails. Dit is zo gaaf. Oké, wij trainen er weer op los. En we zijn zoveel sneller dan in het begin. Ik geloof dat we eerste kunnen worden in de race. Voor de eerste keer. Oké, daar gaan we. Oh nee. Er is één speler die mij heeft ingehaald. Oh nee, wacht. Ik ben derde. Dat is toch wel goed, de top drie. Maar we moeten dus nog sneller zijn. Maar we kunnen nu ook al naar deze loopband. Kijk hoe mega snel we zijn. En we kunnen alweer een rebirth doen. Kom op, ik ben gehaast. We skippen een rebirth. Wow, wacht even. Moet je die daarboven zien? Ga me nou niet vertellen dat ik die de hele tijd al kon gebruiken. Want volgens mij zijn deze voor VIP. Ah, ben je serieus? Nou, weet je wat? We zijn begonnen met deze challenge. Dus dan gaan we er ook echt voor. Wat is jouw lievelingsdier? Laat het in de reacties achter. Ik vind die pop nog steeds een beetje eng. Oké, daar gaan we. Gaat het eindelijk het moment zijn dat we eerste worden? Oké, kom op nou, kom op nou, kom op nou. Oeh, nee, nog steeds niet. We zijn weer derde. Maar we kunnen weer een rebirth doen. Dus ik ga weer naar boven toe en we gaan weer verder. Oké, daar gaan we. Maar als het nu niet lukt, dan stap ik over naar een fiets. Oké, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Oeh, er is één iemand voor mij, denk ik. We zijn tweede geworden. Oké, dan ga ik nog even trainen. Laten we deze supersterke kat erbij halen. Perfect. Dus als het goed is, trainen we nu nog een stuk sneller. Oké, daar gaan we weer. Gaat dit eindelijk het moment zijn dat ons harde werken wordt beloond? Met een eerste plek. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Nee! Oké, dit moet het zijn. Als het nu niet lukt, dan is dit spel gewoon te moeilijk. Ik heb hier zo hard voor getraind. Oh my gosh. Oh my gosh. Yes! Het is gelukt! We zijn eerste! In dit volgende spel gaat het om katten. We hebben daar een meisje met twee katten. En we moeten de kat achter dit rode laserlampje aan laten rennen. Dit is net het echt, toch? Wanneer je dan een lampje schijnt, gaat de kat erachteraan. En we hebben ook dit ding hier. Oh, dit is zo schattig. Maar kan ik niet zelf een kat zijn? Oh, dat kan. Oh, ze zijn allemaal zo lief. Maar sommige zijn heel duur, zeker. Wow. Groen, blauw of rood. Welke zou jij willen? Wacht even. We gaan nog meer naar beneden om te kijken. Een paarse? Oké, wacht. Ze hebben er nog veel meer. Oké, wat is de allerduurste kat? Een gouden misschien? Ik heb nog geen gouden gezien. Oh, daar is die, de gouden kat. Maar ik ben sowieso de gouden kat. Dit is zo cool. Als ik een kat zou zijn, wat is dan mijn naam? Oeh, maar wacht even. Er is hier een portaal. Kunnen we daar doorheen? Kijk dan. Je maakt een grap. We kunnen allemaal gadgets kopen. Dus ik heb wat extra muntjes nodig. Want we zijn natuurlijk goud. Ik wil de haaihoed. Oh, dat is zo cute. Ik denk dat ik smelt. Iemand pak een dwel. Oh, wacht. Als die kat wakker wordt, dan is de toren er weer. Dus we moeten even geduld hebben. Nou, weet je wat? Dat vind ik een mooi moment. Om een groene kat te zijn. Oh, die is zo schattig. Ik ben trouwens nog helemaal niet binnen geweest. Wow, hier zijn alle katten. Deze kat heeft een broodje op zijn gezicht. Is het raar dat ik nu een kat wil zijn? Ga snel naar boven toe. Oh my gosh. Het is een dansende kat. Dit is toch... Wat gebeurt er allemaal? Oh, dat ziet er zo verrukkelijk uit. We kunnen hem eten. Oh, dat is lekker. Oké, we eten de burger. Maar ik wil kijken wat er gebeurt als we helemaal naar boven gaan. Ik wil de paarse kat zijn. Oké, daar gaan we. Wat hebben we hier? Oeh, wat is dit? Oh, hier kun je inrennen. Dat is gaaf. Wacht even. We hebben hier... We hebben een glijbaan. En we hebben zelfs een trampoline. Dude, dit is het beste eiland ever. Ik zou hier willen wonen. Oh... Er is daar wel een haai. Kat versus haai. Kom hier, jij. We kunnen erop rijden. Het is een dolfijn. Het is geen eens een haai. En deze dolfijn heeft ons naar dit extra eiland gebracht. Met hier een verrukkelijke cocktail. Dit is zo, zo grappig. Oké, dit is een grote uitdaging. Als je in deze obby naar beneden valt, word je geband. Voor de mensen die niet weten wat een ban is. Je bent niet meer welkom. Het is alsof je naar je oma gaat. Je eet alle koekjes en ze zegt... Jij mag hier niet meer komen. Weet je, dat is mij gebeurd.
een paar keer. En ik ben dus extreem zenuwachtig. Normaal als ik een hobby speel, ben ik best wel zelfverzekerd. En doe ik een handstand en een koprol. En een handstand terwijl ik een koprol maak. Maar nu weet ik dus dat als ik afga, dat ik letterlijk het spel nooit meer kan spelen. Of in ieder geval een uur niet. Ik weet niet hoe lang. Een uur volgens mij. Oké, nooit meer is een beetje overleven. Oh my gosh, het zijn bokshandschoenen. Oké, ik wacht gewoon totdat deze naar voren gaat. En als die dan naar achter gaat, ga ik er langs. Oké, let's go. Niks aan het handje. Een hamer. Hamers zijn normaal best wel cool, maar hier wil ik niet dat ze me aanraken. Oké, luister. Wat kan ik het beste doen? Oh nee, mensen hebben een zwaard. Oké, dat is best wel naar. Je moet je voorstellen dat als iemand je met een zwaard raakt, dat je letterlijk af bent en dus niet meer mag verder spelen. Oké, ik vind het echt heel creepy. Nogmaals, normaal gesproken als ik Roblox speel, heb ik dat niet zo dat ik bang ben om af te gaan. Vooral omdat ik heb het gehaald. Ik heb het spel gehaald. Dus nu, als ik afga, is het niet zo erg. En ik heb... Oh, wat? Je bent gekickt voor 47 minuten en 52 seconden. Wauw. Dus stel voor, ik was in het begin, in de eerste 5 seconden van deze video gevallen, dan was het een korte video geweest. In dit volgende spel zitten we in een obby waarvan de grond lava is. En de challenge is heel simpel. Raak je de lava aan, dan word je geband. Dat is een beetje het doel van deze video. Dat ik allemaal games speel die je bannen als je valt. En ja, ik zou zeggen, speel het alleen met een extra schone onderbroek. Want echt, het is intens. Het is heel creepy. Het is alsof je aan het wachten bent op je toetscijfer en iedereens naam wordt genoemd. En jij wacht en je weet dat je ieder moment kan horen dat je een onvoldoende hebt. Ik bedoel, je hoopt een voldoende, maar je bent bang voor een onvoldoende. Oké, waar ben ik? Oh, ho, wacht even. Ja, wat kan ik hier doen? Er is hier een soort van ladder. Is dit een springplank? Weet je wat? Ik ga deze middelste nog proberen, want volgens mij kan dit wel. Je moet alleen... Oh my gosh, moet ik hier springen? Ik weet het niet. Kan ik gewoon... Ik kan gewoon lopen. Oh gosh. Oké, dit was best wel intens. Oké, wat moeten we hier doen? Volgens mij is dit een wall jump. Dus ik moet gewoon langs de wall heen. Nu zijn we hier bij volgens mij een soort van ijs. Dus dat is glijden geblazen. Oké, ik ben echt heel bang. Ik weet het. Ik word niet geband voor een lange tijd of zo. Maar een ban is een ban, you know. Oop, voorzichtig. Voorzichtig. Oh. Dit is naar. Oh, we kunnen vals spelen. 200 Robux en Gravity Coil. Ja, maar natuurlijk. Ik heb hem trouwens niet gekregen. Dat is echt heel erg. Volgens mij moet je eerst afgaan voordat je hem krijgt. Maar het probleem is, als je afgaat, word je geband. Dit spel, het kan nog wel wat verbeteringen gebruiken. Daar moet ik eerlijk in zijn. Maar goed, we gaan het gewoon nog een keer proberen. We zouden niet opgeven. Dat is een ongeschreven regel in het DutchTuber Roblox handboek. Hier hoeven we geloof ik niet eens te springen. Oké, 200 Robux verspild. Check. Maar dit hier is heel makkelijk. En weet je hoe? Mijn hanenkam moet ik gewoon lijnrecht houden op het touw. Het is eigenlijk gewoon wiskunde. Oké, daar gaan we weer. We doen een wall jump. Dat is een jump langs de wall. Hierop. Kijk, dit is heel erg naar, want dit is ijs. En ik bedoel, we houden allemaal van ijs. Waterijs, soft ijs, vanille-ijs. Maar dit is ander soort ijs. Dit is glijijs. Als dat een ding is. Oké, we gaan het proberen. Hoe moet ik hier langs doen? Heel voorzichtig naar voren. Misschien kan ik het hoekje om als ik heel rustig ben. Come on. Dit vereist een hoop concentratie. Oké, ik heb de Gravity Coil. En daarvoor moest ik wel eerst geband worden. Dus ik weet niet of dat de bedoeling was. Het voordeel is dat ik hiermee waarschijnlijk deze obby nu in één keer ga halen. Of nou ja, in één keer. Ik ben geloof ik al 6 keer geband vandaag. Dat is eigenlijk wel een wereldrecord. De meeste mensen die geband worden maken dat één keer mee. Je kunt namelijk niet per se vaker dan één keer geband worden. Maar wij hebben vandaag iets speciaals gedaan. We zijn geloof ik 10 keer geband in hetzelfde spel in 10 minuten. Nou, dit moet ook niet zo lastig zijn. Hupsakee, op de ladder. Vanaf het topje van de ladder springen we naar beneden. En oh my gosh, als ik dit niet haal, hè, dan ga ik echt huilen. Maar wacht eens even, volgens mij... Oh my gosh, dat is chill. We kunnen nu letterlijk een mega stuk afsnijden. Oké, hier moeten we wel voorzichtig zijn trouwens, want dit zijn wel gewoon een soort van lasers. Oeh, oké, ga ik dit eerlijk doen? Oh, ik probeer het. Ik probeer het. We springen en oeh, dit is echt gewoon alsof ik in een circus werk doe het. Oké, we zijn er. Welke kant moet ik nu op? Volgens mij moet ik naar boven? Ik denk dat ik deze kant op moet. Oké, ik heb dan misschien wel een gravity coil, maar dat maakt het niet per se makkelijker, want dit zijn hele intense, lastige sprongen. Ik heb een bakje yoghurt nodig. Ja, wat? Yoghurt verzacht de stress? Oké, we gaan naar boven. We springen hierop. Oh, is dit nog steeds ijs? Oh, dat is zo oneerlijk. Ijs is cool, maar dit is niet nice. Ijs, 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 ijs. Oké, we moeten nu hier naar de overkant. We springen over de lasers. Besef dat als je hier echt gewoon geband zou worden voor altijd, dat je dit allemaal in één keer goed moet kunnen doen. Hebben we het gehaald? We hebben het gehaald! Oh my gosh! We hebben een badge. Ja, we zijn misschien wel 20,5 keer geband, maar we hebben het gehaald. En we sluiten het natuurlijk af. Met een ban. Het is even klaar met dat geband worden en lava. Want nu zitten we in een bioscoop. Alleen, we moeten proberen te ontsnappen. Want deze film slaat op hol. Het is meer dan 3D. De monsters komen uit het bioscoopscherm en willen ons opeten. Ze zien er wel schattig uit. Bedenk een leuke naam voor dit monster in de comments. Nou, we moeten proberen te ontsnappen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want het is een obby. En als je iets moet weten van obby's, dan is het dat alles lastiger wordt gemaakt dan eigenlijk nodig is. Je zou namelijk ook gewoon iemand kunnen bellen en kunnen zeggen, hey, joh, luister, deze bioscoop is gek. Kun je maar
mij helpen. En dan word je misschien wel geholpen. Maar nee, we doen het helemaal zelf door te springen en te duiken. En ik ben nog steeds bang. Ik heb letterlijk de angst van de vorige obby's waarin ik geband kan worden nog steeds met mij. Ik weet dat ik hier gewoon kan afgaan en dat er niks aan de hand is. Maar het voelt alsof ik dan... Waarom ging ik daar overheen? Ik kon gewoon letterlijk gelijk hierin. Dat bedoel ik. Ik maak alles lastiger dan het is. Ik heb gewoon een soort van nieuw iets. Waardoor ik nu altijd voorzichtiger zal zijn in obby's sinds ik geband ben. Weet je, ik heb nu een stoer verhaal om te vertellen aan mijn Roblox kleinkinderen. Oké, we kunnen hier kiezen uit blauw, roze en geel. En ik geloof... Oké, weet je, dit monster is rood. Zit er niet bij en heeft gele stippen. Nou, geel is er wel, dus het is fout. In dat geval is het rol. Het is ook fout. Dan is er nog maar één kleur over, dat is blauw. En nu kunnen we dus kiezen uit blauw, roze en geel. En volgens mij is het geel. Is het niet. Besef dat als dit ook zo'n soort obby was als net, dat ik nu gewoon al 3 keer geband zou zijn. Zo snel gaat het. Oh my gosh, daar gaan we. Oké, wacht. We mogen de slush puppy aanraken, maar de lasers niet. Oh, ik heb nu zin in een slush puppy. Maar de meest bekende slush puppy kleuren of smaken, of hoe je dat ook wilt noemen, zijn geloof ik blauw en rood. Maar als je iemand hebt die aardig is, dan kun je allebei de smaken kiezen. En dan doet die persoon dat door elkaar. En ik geloof dat allebei de smaken, of allebei de kleuren hetzelfde smaken. Ik weet niet zeker. Zeg maar, ik weet dat dat met sommige snoep en met sommige ijsjes wel zo is. Dat het gewoon letterlijk het... Laat me met rust. Dat het hetzelfde smaakt. En dan denk je van, oh, rood is vast aardbei. En geel is ananas. En eigenlijk is het gewoon allemaal hetzelfde. En dan valt je droom in tuigen. En dan moet je huilen. En dan sluit je jezelf op de wc. Dat is op zich wel handig. Ik bedoel, als je jezelf ergens opsluit, dan kun je tenminste plassen, weet je. Stel voor je doet het in de koelkast. Ja, daar is geen toilet. Oké, we gaan hier naar links, naar rechts, naar voren. En we zijn er. Wat is dit, dude? Wat ik bedoel, come on, man. Popcorn, oké. Maar dat groene slijm wat je niet mag aanraken. Wat is dit voor bioscoop? En hoe noem je het wanneer de monsters uit het bioscoopscherm komen. Het is overduidelijk geen 3D. Dus wat is het? 100D? 222D? Ik weet het niet. Maar ze zijn best wel cute. Like, waarschijnlijk willen ze mijn hoofd eraf eten, maar ik... I don't know. Ik wil ze knuffelen. Ik bedoel, sommige monsters die kunnen er best wel aardig uitzien. Als je nadenkt over Huggy Wuggy is dat eigenlijk ook zo. Hij ziet er minder aardig uit wanneer hij achter je aanrent met scherpe tanden. Maar wanneer je hem in het begin van het spel ziet staan, dan is hij een soort van best wel knuffel. Baar. Oké, oh my gosh, we gaan hier heel snel naar beneden volgens mij. Ja, inderdaad. Oké, waar zijn we nu? We zijn in de vending machine. Oké. De vending machine, dat is dus eigenlijk dat grote apparaat met blikjes cola en chipjes en andere dingen. En ik ben af. En vaak betaal je er echt heel erg veel voor. Zeg maar, een blikje cola is dan bijvoorbeeld in de supermarkt 70 cent of zo, of meer of minder, maar zoiets. En dan in een vending machine betaal je er maar zo 2, soms wel 3 euro voor. Wat logisch is, want het is geen supermarkt. Het is letterlijk een kleine koelkast. Wat gebeurt hier? Ik ben heel bang. Ik glij. Vind ik niet chill. Oh my gosh, wat? Ik zit in een doolhof. Wacht, ik heb geleerd dat je in een doolhof altijd rechts moet aanhouden. Dus dat doen we. We gaan gewoon rechts. Alleen maar rechts, weet je? Oh my gosh, ga weg. We hebben geen eens een navigatiesysteem nodig die ons vertelt dat we links, boven, beneden, achter. Oh, daar willen we niet heen. We gaan alleen maar rechts. Eigenlijk ben ik dat nu al niet aan het doen, omdat ik al 2 keer anders ben gelopen door die enge monsters. Maar hey, ik heb het gehaald. Cool. We zijn in de film. Oh, we zijn in de film. Oh my gosh, ik ben een acteur. Dus wat moet ik doen? Moet ik nu anders kijken? Moet ik huilen? Moet ik lachen? Moet ik Bob opeten? Ik pak de ketchup! Nee, Bob. En zijn dit de eieren waar die monsters uitkomen? Dude, dat is soort van best wel creepy, maar het ziet er ook lekker uit. Ik wil jullie eieren niet eten. Stiekem wel, maar dat zal ik nooit tegen jullie zeggen, want anders eten jullie mij waarschijnlijk. Oké, we gaan hier doorheen en... Oeh, waar zijn we nu? Oh, we zijn weer terug in de bioscoop. Nu alweer? Dat was echt de meest korte film ooit. Hoe lang waren we daar? 5 seconden? Misschien 6? Wow. Stel voor, er zou echt een bioscoopfilm zijn van 6 seconden lang. Dan zit je letterlijk net in de bioscoop. De film is 5 seconden bezig en er staat einde. Oké, wacht, hoe ga ik dit doen? Oeh, wacht, volgens mij moet ik hier overheen en dan hier overheen. Ja, gelukt. Oké, we hebben een checkpoint. Nog steeds weet ik niet wat voor monsters dat zijn. Ik bedoel, ik heb verstand van creepypasta's. Ik heb best wel veel enge Roblox-obbies gespeeld. Van Slender tot Baldi tot mijn oma. Bijna alles. Maar ik heb nog nooit zo'n snoepachtig monster gezien. Oh, wat? Oké, hold up. Ik geloof dat ik al weet wat ik moet doen. Ik mag de rode niet aanraken. Of wel soms. Oké, ik mag de rode mag ik niet aanraken. Dus als ik nu verder wil, dan moet ik hier opvallen. En dan naar beneden. En waar ben ik nu? We zijn al... Oh, almost there. Bijna daar. Oh, kijk. Het is de rode loper. Zoals je dat bij een filmpremière hebt. Dat de acteurs daar zijn. Oh, we hebben het gehaald. Dat is best cool. En we mogen één van deze prijzen kiezen. Een jetpack, een lekker bloxieet drankje. En dan hebben we een normale cola. Nou, ik wil natuurlijk de jetpack hebben. Geef mij de jetpack. En nu ga ik weer terug naar de film. Maar het wordt er niet makkelijker op, want in deze obby geldt de regel, raak je het water aan, dan word je geband. En je kunt niet springen. Dus het is echt wel een beetje double trouble. Oké, we mogen dus gewoon niet springen. Daar komt het eigenlijk op neer en dat is pittig lastig. Want springen, dat is toch wel een klein beetje wat je nogal vaak doet in een obby. Omdat als je dat niet doet, dan ja, is het ongeveer 100.000 keer lastiger. Oké, tot nu toe lukt het redelijk goed. We gaan hier over de ladders heen. Nogmaals, afgaan is geband worden, hè, voor alle duidelijkheid. Of eigenlijk het water aanraken. Hè? Want normaal ga je niet per se af als je het water aanraakt, maar vandaag is dat wel de regel. Het water aanraken is geband worden. Oké, we gaan hier naar beneden toe. Opschrijven. Dan gaan we hier langs de...
Ik ben geband. Dit was een avontuur. We zijn geband. Meer dan één keer. In dit spel moet je de slimste ter wereld zijn. Anders faal je. In veel hobby's weet je precies wat je moet doen. Zo moet je bijvoorbeeld uitkijken voor de lasers. Wat? Tenminste, in de meeste... hobby's. Want in deze hobby is het 99% onmogelijk om te winnen. Je faalt. En de reden daartoe is heel simpel. Je moet niet doen wat je gewend bent te doen. Dus bijvoorbeeld bij dit level heb ik eigenlijk geen idee. Of tenminste... misschien toch wel... een beetje. Oké, ik denk dat ik het begin te leren. Lasers zijn goed. Lasers zijn goed. Deze hobby haalt alles overhoop wat je ooit dacht te weten over hobby's. Het is eigenlijk gewoon een kwestie van... het is eigenlijk gewoon een kwestie van doen wat fout is en laten wat goed is. Het klinkt echt heel verwarrend, I know. Zoals hier bijvoorbeeld. Het eerste wat ik nu zou willen doen is gewoon niet naar beneden vallen, dus... niet over de gaten lopen. Maar je moet juist wel over de gaten lopen, omdat je anders afgaat. Ik weet serieus niet of ik dit kan. Ik bedoel, tot nu toe lukt het, omdat je leert het. Maar als het nog lastiger wordt dan dit, I don't know. Het is nu al echt heel erg verwarrend. Zoals hier bijvoorbeeld. Dit ziet eruit als een meerkeuze, right? Waar je kunt kiezen tussen rood, de groen en blauw. Maar waarschijnlijk... wacht even, wat? Oké, nu ben ik bang. Oh, nu ben ik echt heel bang. Is het blauw? Het is blauw? Maar dit is oneerlijk. Ik bedoel, dit is precies hoe het wel zou gaan in een normale hobby. En ik dacht juist dat alles anders zou zijn. Alles is anders. Ze willen je gewoon even in de war maken. Oh, nu ben ik echt heel bang. Ik bedoel, ik ga ervan uit dat ik gewoon hier overheen kan, toch? Of... dat kan ook. Wacht, wat? Maar dit is wel zoals in een normale hobby. Je gaat me toch niet zeggen dat ze het mixen, hè? Dat je soms wel moet doen wat je gewend bent en dan de andere keer weer niet. Oké. Ah, jawel, dat is inderdaad hoe het zit, of niet? Of niet? Oh, nee, toch niet. Nee, ik stond gewoon per ongeluk op het foute vakje. Oké, waarschijnlijk moeten we gewoon... Wacht even. Je gaat me toch niet vertellen dat we... wacht, wat? Dude, ben je serieus? Ik dacht dat ik naar beneden zou vallen als ik daar liep. Oké, wat hebben we hier? Dit ziet eruit als een brug. Het is geen brug. Ah nee, wacht, laat maar. Ik snap het al. Je moet gewoon springen. Alleen, het is letterlijk doorzichtig. Dus zeg maar, die zijkanten moet je aanhouden om te weten waar je kunt springen. Alright. Oh, dit ziet er naar uit. Ik bedoel, het is letterlijk een brug naar voren. Dus je gaat ervan uit dat je er gewoon overheen kunt lopen. Serieus? Oké, hier moet je echt... echt blijven springen. Oh, dude. En hier hetzelfde verhaal, of... oh. Wacht, wat gebeurde daar, dude? Wat? Oké, nu snap ik waarom je de slimste ever moet zijn om dit te halen. Oh. Ik was letterlijk door de lucht aan het zweven. Welke creepypasta zou dit sowieso kunnen? Om eerlijk te zijn, denk ik Baldi. Hé, je moet hier niet naar beneden. Want Baldi is waarschijnlijk de enige die slim genoeg is om dit... die slim genoeg is om dit te halen. Oké, je moet de lange vermijden en dan over de korte springen. En wat is hier de bedoeling van? Je moet degene zonder de lasers... viel ik er nou doorheen? Wacht, dat wil ik even testen. Ik heb toch de checkpoint al. Oh ja, je valt er doorheen. Oeh, dat is creepy. Zoals ik zeg, deze hobby haalt alles overhoop. Wat je dacht te weten... wacht, moet ik er overheen of zo? Wat je dacht te weten over hobby's... ja, ik moet er letterlijk overheen. Dude, dit is zo gemeen. Oké, dit zijn muren. Hallo muren. Kan ik er gewoon tussendoor lopen? Oké, wacht. Ja. Hier kan ik gewoon tussendoor. Oké. Ah, dat was te doen. Waarschijnlijk moet ik hier opspringen, toch? Of niet? En dan? Naar de overkant? En dan hier ook weer op waarschijnlijk. En dan naar de overkant. Oké, tot nu toe gaat het op zich best goed. Ik zie ook helemaal geen andere spelers in de buurt. Waarschijnlijk is niemand dom genoeg om dit te spelen. Ik denk dat ik deze nu gelijk al snap. We mogen zeker alleen het rode aanraken. Wacht, wat? Hé, wacht. Of misschien alleen de rechterkant, is dat het? Ah nee, we moeten er één overslaan, of niet? Hè? Of is het gewoon weer... serieus, vind je dit nodig, spel? Oh, man. Oké, wacht. Ik weet nu al bijna zeker dat we hier gewoon rechtdoor moeten. Wedden? Oké. Ik wil niet meer wedden. Ah, wacht. Waarschijnlijk moeten we naar voren. Ik zeg niks. Wacht eens even. Wacht, wat? Ah. Ah, wacht. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nee. Maar ik heb hem denk ik wel door. We moeten iets deze kant op, dan deze kant op, dan deze kant op. En we hebben hem. Zo gemeen. Oké, wat is hier de bedoeling? Moeten we gewoon op de blokje? Ik dacht dat we op de blokjes moesten springen. Het voelt als een ladder waar ik tegenaan val. Weet je, ik ga hoger springen dan ik eigenlijk denk dat nodig is, want... waar... oh, doe... wacht, wat? Oké, hold up. Voorzichtig, dit is een ladder, hè? Het voelt als een ladder. Oh, nee! We zitten weer op de ladder. We klimmen naar de volgende. En we klimmen naar de volgende. Geloof me als ik zeg, dit moet wel de moeilijkste hobby zijn in heel Roblox. Oké, wat is hier de bedoeling van? Waarschijnlijk moeten we opstappen. Ik denk dat het te maken heeft met hoe je springt. Dus je moet gewoon de hele... ah ja! Dus je moet hem pakken, springen. Pakken... oh, wacht, deze gaat denk ik om timing. Dus net wanneer die draait, spring je. En dan spring je weer. En dan...
Hij draait, ik spring. Hij draait, ik spring. Hij draait, ik spring. Oh. Hij draait, ik spring. Hij draait, ik spring. Hij draait, ik val. Hij draait, ik spring. Hij draait, ik spring. Hij draait, ik spring. En ik heb hem. Dude. En wat is hier de bedoeling van? Moeten we gewoon... Wacht, wat? Hè? Oh, hij spant me de hele tijd terug. Wat is dit? Ik wil naar voren. Dit voelt gewoon als een leraar die langer doorgaat dan de les eigenlijk duurt, weet je wel. Maar wacht, hoe werkt dit dan? Hoe kan ik vooruit bewegen? Oh, wacht, ik was even verder net. Ah, wacht. Het is eerst de linker, dan is het de rechter en dan is het de ene laatste. Ja, oké, dat ging makkelijker dan ik dacht. Wat moet dit voorstellen? Kunnen we hier gewoon overheen lopen? Ik vertrouw dit zo niet, hè. Nee! Oh. Oh, ik blijf het zeggen, voor deze hobby heb je echt een hoog IQ nodig. Volgens mij is het een ladder hoor. Wacht. Ja? Ah, het is een ladder. Het is een ladder. Zeg maar, op een gegeven moment ga je ook moeilijker denken dan nodig is, right? Oké, dit vertrouw ik niet. Zullen we het rood nemen? Omdat alles in deze hobby anders is dan je denkt? Is dat zo? Ja, het is zo. Je kunt gewoon over het rode. Oké, dat is gelukkig even een iets makkelijkere tussendoor. Maar wat is hier dan de bedoeling? Waarschijnlijk weer hetzelfde, of niet? Wacht, wat? Oh nee, wacht, hè? Oké, dus je moet zeg maar via de zijkanten springen. Hier overheen. En dan hebben we hem. Oh my gosh. Nu is het tijd voor de volgende. Waar we de hele tijd afgaan. Waarom gaan we af? Mogen we alleen als die beneden is of zo? Ah. Huh? We moeten dus heel snel zijn waarschijnlijk. Come on. Hij gaat nu naar beneden. Dan gaan we. En voordat hij omhoog is, moeten we er zijn. Nu naar beneden. Dan gaan we eroverheen, 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 eroverheen. Snel, snel. Moeten we sneller zijn of zo? Gelijk als die ook maar een beetje naar beneden gaat gaan. Maar dat is nu. Oké, snel, snel. Ik ga hem niet halen. Ik ga hem niet halen of wel. Oh, oké, ik sta alvast klaar. Hij gaat nu naar beneden. Oké, snel. Nu heb ik hem. Nu heb ik. Ik voel het. Ja, ik heb hem. Oké, wat hebben we hier? Gast. Dit ziet eruit als zo'n wall jump die je dan moet maken. Dat je zeg maar zo langs die muur gaat. Maar hoe wil je dat hier doen? Er zit sowieso een addertje onder het gras hier. Dat kan niet anders. Of misschien ook niet. Misschien is deze inderdaad echt haalbaar. Ik kan me dat bijna niet voorstellen. Doe het, wacht. Dat is een dikke muur, gast. Oké, met een aanloopje misschien. Nee. Er zit hier sowieso iets waar ik niet van weet. Kan niet. Dude, je maakt serieus een grap. Ik kon er gewoon even in. Oh my gosh, maar wacht. Kan ik er dan ook weer... Alleen dan blokkeert hij wel aan de andere kant. Dus het is niet de bedoeling dat je erdoor gaat. Zit er ergens een ladder? Ja, die zit er. Oké, wat hebben we hier? Dit ziet eruit alsof ik inderdaad juist niet de zijkant... Oh my gosh. Ik mag juist niet de zijkant aanraken. Dus eigenlijk moet ik juist springen op hetgeen waar je normaal gesproken doorheen zou vallen. Oké, snel, snel, snel. Spring, spring, spring. Spring naar de overkant. Oh nee! Je moet deze volgens mij een beetje via de zijkant doen. Dat is de enige manier om het echt goed voor elkaar te krijgen. Springen. Come on. Oké, nu heb ik hem. Nu heb ik hem, nu heb ik hem, nu heb ik hem. Nu heb ik hem. Ja, ik heb hem. Oké, deze ziet er heel gemeen uit. Het is gewoon één groot oppervlak wat roept. Kom naar mij! Nou, waarschijnlijk als ik dat doe. Oh, wacht even. Huh? Ah, wacht. Is dit wat ik denk dat het is? Het is een dolf, hè? Het is een... Ja, het is een onzichtbaar dolf. Oh, maar niet te moeilijk tot nu toe. Er zit gewoon elke keer een gat waar je doorheen kunt. Alleen, I don't know. Het voelt alsof ik hem niet ga halen als ik zo doorga. Ah, zie, ik zei het toch. Het kwam al te makkelijk op mij over. Of tenminste... Oh, jawel. Ik heb hem. Eigenlijk was dat al best moeilijk. Maar je gaat er toch iedere keer vanuit dat het nog moeilijker is. Oké, wacht. Hoe moet dit dan? Hè? Volgens mij moet ik aan de zijkant van de ladder... Aan de zijkant van de ladder springen. Het punt is, als je die eerste hebt gehaald... zou je zeggen dat je die tweede ook gewoon moet kunnen doen, toch? Yes! Nee, voorzichtig. Oh, als ik hem nu verpest, dan ga ik echt huilen. Oké, wat is hier de bedoeling? Het voelt alsof ik over het rode moet lopen. Maar aan de ene kant lijkt me dat te makkelijk. Ja, zie? Dus dan is het zeker wel gewoon deze kant. Oh, wacht. Ik voel het al. Je wordt automatisch, als je stilstaat, nog een bepaalde kant opgeduwd. Dit gaat echt om pure voorzichtigheid. Wacht, misschien als ik het zo speel. Oh, nee, je moet het toch beter zo spelen. Rustig, rustig. Oh, ja, 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 voorzichtig. Oh, je glijdt gewoon heel erg. Come on, dude, we got this. Oh, het voelt echt gewoon letterlijk alsof ik probeer, zeg maar, zo'n draad door een naaldje te krijgen, weet je wel. Je moet het zo voorzichtig doen. Je mag letterlijk geen centimeter, geen millimeter ernaast zitten, want dan heb je een probleem, dan ben je af. Oké, het laatste stukje ga ik snel doen. Let's go, let's go, let's go. Yes! Ik kom tot de conclusie dat je niet mocht springen. En ik deed dat wel. Ah, nee, wacht, is dit weer dezelfde als eerder? Dus dan is het hier, toch? Ja, en dan is het... Wacht even, dit is niet leuk. Is het gewoon rechtdoor? Oh, nee, hè? Het is hier, en dan tot hier, en dan... Oh my gosh, ik ben... Hè? Sorry hoor, maar dit is echt heel naar. Oké, wacht. Oh, ik mag zeker alleen over die laser juist, hè? Wacht, wat? Dus wacht, ik mag niet hierop. Moet ik dan het midden hebben of zo? Waarschijnlijk moet ik het midden hebben. Ja, ik moet het midden hebben. Let's go. Luister, dit is een leuke hobby, maar ik kan niet meer slapen vannacht. Want echt waar, wat is dit naar? Kan ik hierop? Nee, kan ik hierop?
Ja, dus ik moet hier gewoon langsheen. Zo, upsakee. Kijk, sommige stukjes die zijn best wel makkelijk of zo. Waarom is één gedeelte van de ladder een andere kleur? Ik kan er sowieso niet op klimmen, of wel? Oh, jawel. Wacht even. Oh, ik vertrouw dit zo niet, hè. Dit kan niet. Waarom is dit zo makkelijk? Luisterspel. Je probeert iets. Je probeert mij het gevoel te geven dat het ja, precies. En dan ineens is het weer moeilijk. Wacht. Ja, hier, dit wist ik nog. Op een gegeven moment leer je zeg maar wel waar de trucjes zitten. Voor zover dat kan dan tenminste. En dan lukt het Oh, dit ziet er echt heel naar uit. Hoe ga ik dit doen? Is dit... Ah, wacht. Nee, dit is te doen. Alleen je mag niet afwijken, dus je moet het letterlijk op deze manier doen. Oké, come on, dude. Come on, come on. Ja, we got this, man. Dit is appeltje eitje. Appeltje eitje. Je mag letterlijk niet afsnijden waarschijnlijk. Zo, oké, cool. Oké, nu mogen we alleen over de rode. Ja, ik begin het door te krijgen. Ik begin mijn IQ te trainen. Wat is dit? Is dit gewoon er doorheen lopen? Ook. Ik wou net zeggen, is ook best wel te doen, maar er ging iets heel erg fout daar. Oké, springen. Wat? Waarom ga ik af? Ah, wacht. Ik mag zeker... Wacht. Nu. Hè? Ah, wacht. Ik zie het al. Je moet er overheen. Oh, snapperoni. Ja hoor. En wat hebben we hier? Een deur. Ja, dat zal wel. De deur zit op slot, vriend. Hoe ga ik door deze deur heen? Er is iets. Er is zeker weten iets. Wow. Wat eigenlijk als we een level willen skippen? Kan dat? Voor 10 IQ. Oh nee, nu zijn we een stukje dommer in dit spel. Oh, werkt dat echt zo? En wacht even, hoe zit dit dan? We hebben hier een laser die op en neer beweegt. En volgens mij kunnen we erop springen. Nee, kunnen we de zijkanten misschien gebruiken? Oh, dude. Oh, dude. Oh, my. Pepperoni met kruidenkaas. Oké. Okay. Oh, serieus. Oké, wacht. Maar dat is het dus wel. Ik krijg ook de indruk dat dit spel mega veel levels heeft. En dat maakt me eigenlijk ook wel een klein beetje bang. Oké, wanneer stopt die? Huh. Let's go. We hebben hem. Volgende gedeelte. Alright. We kunnen hier staan. Overheen. Oké. Misschien de andere kant dan. Overheen. Oké. Misschien de voorkant dan. Nee. En ook... Gast. Gast. Oké, dit ziet eruit als een brug. Waarom zitten de lasers onder de brug? Ah, wacht. Oh nee, wacht. Ik snap hem al. Ja, de lasers zitten onder... Ja, de lasers zitten onder de brug. En die moet je vermijden. Volgens mij kan je hier langs. Hier overheen. En dan hier langs. Ja. Oh, snap. Oké. En hier? Zelfde verhaal waarschijnlijk, of niet? Ja, zelfde verhaal. Oh, maar dit is zo uniek. Come on, dude. Come on. Ja. Laat me raden, we mogen over... Nee, niet over de lasers. Hieroverheen. Oh, oké, dit is heel lastig. Deze dingen die duwen je een beetje naar achter. Oké, wat is te doen? Level 48, nog 2 levels te gaan. Oké, volgens mij... Oh nee, ja, we mogen alleen deze aanraken. Oké, wacht. Deze, die snap ik redelijk. Ja, ik heb hem. Oké, wacht, kan ik gewoon... Wel even een mooi makkelijk level om het mee af te sluiten. Heb jij heel de video afgekeken? Laat het in de reacties achter. En abonneer als je een baas bent. Doei!